yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag pakken wij de serie genaamd The Gunsmith weer op. Ik heb eventjes een pauze gezet op deze serie. En ik dacht, vandaag gaan we het gewoon weer proberen. Ik ben weer gemotiveerd om het te doen. Sinds ik echt 3 à 4 uur lang vroeger moest, of eerst moest wachten voor een free-for-all potje. En nu vind ik gewoon best wel redelijk snel een hardcore free-for-all potje wat we gaan doen voor vandaag. Want we zijn namelijk bij de snipers aangekomen, we zijn niet zomaar bij de snipers aangekomen, we zijn namelijk bij de Draken aangekomen. En het is natuurlijk de bedoeling dat ik hier ook weer een potje free-for-all mee ga winnen. Jullie weten misschien de regel, misschien niet. Maar ik heb een nieuwe regel erbij aan toegevoegd. Hij is trouwens geliefd, chill. Een nieuwe regel eraan toegevoegd, het is zeg maar dat ik... Ik moet nog wel 2 potjes free-for-all spelen. Ik hoef ze niet alle 2 te winnen. Ik hoef er maar eentje te winnen met de snipers. En daarna mag ik verder naar de volgende sniper. Dus als ik dit potje win met de Draken, mag ik door naar de volgende sniper. Dat is namelijk de Locust. En als ik die ook win, dan mag ik namelijk door naar het volgende sniper. Dan volgens mij de SVGU. SVGU. SVU. SGU. Ik weet niet hoe dat ding heet. Anyway, naar een andere sniper toe. Dus ik hoop dat we langs deze sniper kunnen komen. Ik hoop het echt. Ik haat deze sniper al vanaf het begin van Black Ops 3. Haat met de hoofdletter H. Waarom komt hier niemand? Oh mijn god, daar. Ik ben even... De fucking timing is real, jongen. Holy shit. We spelen trouwens op de map Aquarium, voor de mensen die het nog niet weten. Oké, okay, dit wordt ongelooflijk. Dit wordt echt een leuke... Drie keer, jongens. 3 motherfucking keer. Het is hardcore. Het is fucking hardcore. Waarom loop je er niet op af? Hardcore hoort juist dat je erop afloopt. Niet om te campen. Ik mag campen. Ik heb een sniper. Ik heb een serie waar ik aan moet denken, jongen. Nee, F serieus, waar zijn ze? Enige waar ik ze tegenkom is in mijn rug. Of zitten ze te campen? Holy shit, daar heb ik echt heel veel geluk gehad. Je meent het. Ik heb echt last van timing. Ik kan er niks anders op zeggen. Ik heb last van timing of een fucking bad aim. Eén van de 2. De hele tijd nu. Zo, ik wou net zeggen, Jesus Christ. En jij komt ongeschonden uit? Ik dacht het niet. Ik weet niet eens welke specialist ik net heb unlocked. Ik speel namelijk met een gambler specialist. Ik krijg lekker alle specialisten die ik ongeveer wel zo'n beetje nodig heb. Ik ben blij dat ik even niet daar in die trip mine ben gaan staan. Oké, okay, chill. Ik wacht er rustig af. Ik heb een UAV, oké. Okay. UAV is heel belangrijk in dit. Ik ga op gokken. Dank je fucking wel. Ik heb goed gegokt. Nou ja, goed gegokt. Het is zonde. Ja, ik wou net zeggen. Het is zonde als ik niemand tegenkom met dit aan. Kijk, kom op, man. Kom op! We gaan het doen. We gaan het fucking doen. Ik meen het. Ik heb een UAV. Die zou ons moeten helpen. Wat doe jij? Ik zweer het echt waar. Verneuk het niet voor me nu hoor. Verneuk het niet voor me. Ik meen het echt. Mensen zijn nu vies aan het campen. Waarom? Omdat er... Oh mijn god. En de UAV is weg. De hele UAV is verneukt. Dat was hem niet trouwens. Ik word zo moe hè. Ik word hier zo moe van. En we moeten ook nog eens langs de P06 hè. Onthoud het even goed. Ook nog langs een P06. We moeten langs alle snipers trouwens. Waarom zitten ze de hele tijd in mijn rug trouwens? Ik zou als ik deze gozer weer nu niet kan killen. Oh, hij is... Hoe dan? Kunnen jullie me alsjeblieft uitleggen hoe ik zo'n last kan hebben van fucking timing?
Waar de fuck is iedereen? Ik vind het niet gek dat jij nu een UAV hebt. Waar slaat dat op? Oh my fucking god. Ik word hier helemaal gek van. Ik word hier helemaal gek van. Counter UAV. Maakt niet uit. Voor mij. Chill, kom op. Een HDXD. Kom op. Ik ga heel even concentreren. Kijk, ik heb een UAV. Volgens mij is die counter nog in de lucht. Ik heb nog geen specialist, want ik druk op mijn pijltje naar links. Jij bent dood tenminste. Dankjewel, Kinetic Armor. Oké, dat heb ik nodig. Kom maar hier. Kom hier. Fuck sake. Dan kom je via hier. Oh mijn god, dankjewel. Please zeg. Oh my, lekker, kom op. Kom op. Kom op. Lekker, let's go, kom op. Lekker doorgaan. Ah, shit, oké. Okay. We hebben een lekker voorsprong opgebouwd nu. We hebben weer Kinetic Armor, of we hebben nog Kinetic Armor, dat is chill. Oké, let's go. Er zit hier nog één achterin. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Er zit nog één auto achter me. Oh, hier. Let's go. Kom man, het gaat lekker zo. Let's go, achter me. Let's go. We hebben nog een UAV. Ah, kut. Oké, ik ben dood. Oké, deze hebben we, jongens. Come on. Deze fucking hebben we. En nu rennen ze weg van me. Oké. Ja, dat is dus iets wat je niet wil hebben. Kom op. Kom naar me toe. Come on. Kom, ga lopen. Dan pak ik je wel. Kom op, let's go. Lekker man, nog 2 kills. Deze hebben we. Dit fucking hebben we, dat moet wel. Als ik dit nu nog ga weggooien, dat doe ik echt niet. Ik ga deze echt niet weggooien. No fucking way. En wat? Een Talon of zo? Ah, hij gaat 16-1. Die Alexander. Holy shit. Doet hij netjes. Ah, dit gaan we redden. Ik hoef denk niet meer de hele tijd om mijn scorebord te kijken. Holy shit, ik choke die shots, jongen. Oh mijn god. Dank je. Oh. Waarom kan ik die dan nog net niet killen? Maakt niet uit, we hebben nog 1 kill nodig. Ik ben helemaal tevreden. Ik ben helemaal tevreden. Nou, hopelijk kunnen we verder met de volgende sniper straks. We kunnen verder met de volgende sniper, jongens. Holy fucking shit. Ik ben eindelijk verlost van die drekken. Oh. Oh, verschrikkelijk. Gadverdamme. Gadverdamme. Oké, jongens. We gaan het tweede potje erachteraan doen. Dat betekent dat we door mogen naar de volgende sniper. Zie ik jullie zo met de volgende sniper. Oké, jongens, welkom bij potje nummer 2. Wij gaan proberen met de Locust te spelen. En natuurlijk ook langs de Locust te komen. Dat betekent eigenlijk dat we een beetje moeten quickscopen. Ik speel nog steeds hardcore frivol. We zijn gelukkig langs die stomme drekken gekomen. Oké, ik dacht echt dat ik die had. Anyway, we moeten dus proberen met de Locust nu te gaan winnen. Kom op, man. Anders moet ik de volgende keer met de Locust gaan proberen. Het is denk ik een beetje de bedoeling dat ik nu ga quiz kopen. Ook al kan ik dat niet zo snel dat het op hardcore zeg maar zin heeft. Ik ga nu al 0-3 namelijk. Ik ben gewoon al guess dat ik langs die drekken ben. Echt serieus. Oh, die was raak. Kom op. Nee, maar die was gewoon raak. What the fuck? Oké. Dit gaat nogal lastiger worden. Huh? Ben je zo snel alweer ergens anders?
Ja, dit zijn ook echt niet de spelers waar je tegen moet snipen, man. Holy nete. Ik snap niet hoe die... Hoe sommige Call of Duty spelers het doen om constant en constant met die snipers spelen. Oh mijn god. Oh. Ik mis ook. What the fuck? Ik mis het wel heel erg trouwens. Ik ga 1 om 7, man. Ik weet niet of dit het potje gaat worden, hoor. Ik hoop het wel natuurlijk. Ik moet denk meer gaan leren te quickscopen. Daar liep er net 1 weg. Daar liep er echt. Oh mijn god. Volgens mij had hij ook nog eens kinetic armor aan. Als ik me niet vergis. What the fuck? Ik had hem gewoon in one shot. Oké, het zal wel. Echt waar. Dat meen je echt niet, hè. Foo! De space of frivol. Dat is een heel ander fucking... Waar sta jij? Ik ben nu al meerdere keren door hem gekillt, namelijk. Waar de fuck zit hij? What the fuck? Hij zit zeker op een glitch of zo. Dat moet wel. Ik word namelijk volgens mij vanuit achter een muur beschoten of zo. Vanuit daar of zoiets. Het zal wel. Ik zou niet weten waarvandaar ik word beschoten. Ik ga zo slecht. Ik ga 2 om 12 houden. Ik ga 2 om 12. 3 om... Nee. 2 om... 2 om 14. Deze spelers ook weer. Ze bezorgen me hoofdpijn. Maar dat maakt niet uit. Nee, serieus. Even serieus. Nu, vanuit waar word ik beschoten? Want dit slaat nergens op. Er zit daar iets. Dat moet wel. Die gozer die zit daar ergens te glitchen of iets. Dat moet wel. Ik word nu al... Meerdere keren vanaf dezelfde positie gekild. Waar zit hij te glitchen? Oeh, dat was sexy. Die was sexy. Hier. Hij zit in de muur. Hij zit in Call of Duty. Treyarch, alsjeblieft. Hoe lang is dit spel? Dit spel is bijna een jaar oud. En nog zitten de glitches in een map. Ik weet niet hoe je het doet. Echt niet. Maar je zorgt ervoor dat er nog steeds glitches in deze mappen zitten. Ik kan boos worden. Tuurlijk. Heeft toch geen reeds zin. Hij zit daar ergens te glitchen. Hij zit hier ergens. En ik weet echt normaal, ik weet niet waar die zit. Ik weet echt niet waar die zit. Het enige wat ik weet is dat hij daar aan het glitchen is. Ik heb keihard verloren. Zo makkelijker om met een submachine gun te spelen. Hè? Ja, oké. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval verloren. Treyarch, alsjeblieft. Kijk goed naar je mappen en kijk waar je fucking glitches zitten. Want er zit gewoon nu weer iemand op een map te glitchen. Dat eigenlijk al het hele spel oud is. En nog is dat niet gefixt. Dus check dat sowieso. Ik ben nu salty as fuck. Ja, zeker. Maar we zijn wel langs die freaking dragon gekomen. Volgende keer moeten we natuurlijk weer proberen met de locust te spelen. Maar dat zien we dan wel weer. Jongens, mocht je het leuk hebben vonden. Laat natuurlijk even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal voor meer video's. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Later jongens.